Het is nog altijd een grote verwondering. Ik vind het heel belangrijk dat ieder mens een menswaardig leven leidt. En dat hebben ze hier gewoon niet. Ik herinner mij nog de periode dat we hier stonden op die kale berg. Ja, ik ben heel erg onder de indruk van hoe het allemaal gebeurd is. En hoe ik toch eigenlijk Gods hand zag hoor en zie. First you are touched by the situation, but also you want to do something. And this is how the people from Holland are doing. Eh? When they come to Albania, they see these kind of things. They are touched by heart. Sinds 2009 wonen we hier. En ik moet zeggen met veel plezier, omdat we heel veel kunnen betekenen en mogen werken in het Koninkrijk van God. En dat is gewoon een voorrecht om dat te doen. Een land midden in de Balkan. Een land omringd door ruige bergen. Een land met evenveel inwoners binnen als buiten zijn grenzen. Het land van de adelaar, de Republiek Albanië. Een ruw land met een roerige geschiedenis, taaie inwoners en grote contrasten. Jarenlang voelde Albanië het juk van het communisme. Pas rond 1990 gingen de grenzen open en sindsdien gaat het langzaamaan steeds iets beter met het land. Het land heeft nu zo'n 3 miljoen inwoners en de oppervlakte is een kwart kleiner dan die van Nederland. Veel van zijn inwoners leeft beneden de armoedegrens en heeft een uitzichtloze toekomst. Stichting Hoop voor Albanië zet zich al meer dan 20 jaar in voor het welzijn van de inwoners van dit land. De inzet is om lokale humanitaire projecten te stimuleren en te ondersteunen. We zouden eigenlijk drie poten kunnen zien van het werk. Eén poot is dat we minimaal één keer in de twee weken een transport met hulpgoederen vanuit Nederland naar Albanië organiseren. En die hulpgoederen verdelen we dan weer via allerlei kerken en stichtingen, heel lokaal, want die weten precies wie wat nodig heeft. Tweede poot is dat we allerlei projecten doen, bouwprojecten, maar ook voedselprojecten. En de derde poot is dat we ook wat wij noemen mission house hebben, een guesthouse, waar mensen vanuit het buitenland bij ons kunnen verblijven om hun missie uit te voeren. The track, it is the beginning of the contact or for a new project. So when we go somewhere to help with the goods from the depot, then we see the needs of this place. Through the help, you see the reality because you cannot see it from the depot when you are not, you don't touch, you are not in a contact. And this is how the people from Holland are doing. Eh? Because when they come to Albania and they go and they see these kind of things, they are touched by heart. Een aantal jaren geleden was ik hier in 2005 voor de eerste keer met een groep vanuit onze kerk. Maar in de jaren daarvoor kreeg ik interesse om wat meer voor God te doen. En toen hebben we tegen God gezegd, nou, misschien als we dus die eerste keer hier naar Albanië gaan, laat maar wel zien, misschien wilt u ons wel hier gebruiken. Daar hebben we een soort van roeping ontvangen en daar zijn we mee aan de slag gegaan. Dat duurde wel 4-5 jaar en sinds 2009 wonen we hier. En ik moet zeggen met veel plezier, omdat we heel veel kunnen betekenen en mogen werken in het Koninkrijk van God. En dat is gewoon een voorrecht om dat te doen. Onder de communisten werd Albanië een atheïstisch land. Vanaf 1967 werden kerken en moskeeën gesloten en religie in het algemeen verboden. Er is dus een groot publiek dat weinig tot niks weet van geloof of religie en daar probeert het christelijke radiostation Radio 7 iets aan te doen. Met hulp van onder andere Hoop voor Albanië probeert het evangelie te verspreiden onder Albanese in het binnen- en buitenland. Radio 7 is the largest Christian radio network among Albanians in the Balkans. There is a large number of our listeners that cannot join a local church for several reasons. Some of them mostly come from Muslim families. They are not allowed to go to church. And some others just live in an area where there is no any local church to attend. So for all this group of people, we are the only church they can ever have. You are the born-again
A very important part of our mission is to impact the society. And the way we impact the society is through lots of projects we have in helping the poor, helping abused women and abused children, working with orphans, working with widows, and working with disabled groups. That are all our listeners. Radio 7 will be building new stations everywhere where Albanians are, and they need to hear a good news of the salvation of Jesus Christ. That for 50 years the Albanians were not allowed to hear it. So we're here to out loud share to Albanians the hope they have in Christ for this life and for eternity. De stad Korça ligt in het zuidoosten van Albanië, vlakbij de noordwestelijke grens met Griekenland. Met ruim 100.000 inwoners is Korça een van de grotere steden in Albanië. Net als in de rest van het land zijn hier nog lang niet zulke goede voorzieningen als wij in Nederland gewend zijn. In de stad wonen veel eenzame ouderen zonder vrienden of familie die voor hen zorgen. Daarom heeft Hoop voor Albanië samen met de Kennedy Foundation in Korça een bejaardenhuis gebouwd. We zijn al jaren bezig met de Kennedy Foundation om bejaarden te helpen in de situatie thuis. Velen zijn alleen omdat de kinderen het land uit zijn. Wanneer ze ziek worden, wordt het helemaal een ramp. Er waren er mensen bij die kwamen niet meer uit bed. Er waren mensen die altijd op dezelfde stoel zaten en met niemand praten. Het is een heel groot contrast. Het is een echt, ze zijn aan het opleven. Kam qenë vazhdimisht i vetmuar. Kam qenë një kohë periudhë edhe në Greqi, në basi më ndodhi një aksident, më vrat djali vetëm që kishe, u detyrova erdhe në Shqipëri, edhe kalova prapë në Greqi duke marrë parat e shtëpisë edhe bëra varrimin atij. Me vëzhgimin që më bën këta të Kennedy-t, duke jetuar sa një shtëpi në tjetërën me qira, ma afruan për të ardhur këtu. Edhe shikoj veten që jam i lumtur dhe i gëzuar që jetoj në këtë bashkësi. Unë gjeta këtu familjen e dytë. Me tutje s'kam të them, jam shumë i kënaqur. Het was een droom die we eigenlijk al jaren hadden en we hadden dit stuk grond met de Kennedy Foundation. En ja, Hoop voor Albanië die wist van ons verlangen en we hadden zo al een paar keer gevraagd om eventueel een containergebouw of zoiets hier te zetten. En toen zijn ze zelf met de vraag gekomen, zullen wij dat als een nieuw project voor volgend jaar proberen opstarten? En dus ja, we zeiden ja, natuurlijk. Het is nog altijd een grote verwondering, want ik heb nu ook besloten om hier te wonen. Ik woon hier nu al een paar weken en als ik dan ja, op het balkon zit of zo, dan kan ik het nog altijd niet geloven dat het er staat. Want ja, ik herinner mij nog de periode dat we hier stonden op die kale berg en ja, wat is je droom? Ja, een tehuis hier en nu is het er. Dat is, ja, ik kan het nog niet geloven en ik ben heel erg onder de indruk van hoe het allemaal gebeurd is, hoe het allemaal hier terecht gekomen is en hoe ik toch eigenlijk ja, Gods hand zag hoor en zie. Ja, dus, ja. Direct naast de hoofdstad Tirana ligt het dorpje Prush. Hier werkt de stichting Help the Life. Met hulp van Hoop voor Albanië heeft de stichting een centrum gebouwd om verstandelijk gehandicapten op te kunnen vangen en onderwijs te geven. Uniek voor dit land, want rondom verstandelijk beperkte rust vaak een taboe. Stichting Help the Life probeert dat taboe te doorbreken. We
In Albanië is echt een groot probleem, omdat het heeft zo gemist de dagcenter of het center voor om te leven. En dat is, ja, ons center is bijna uniek in Albanië voor zo, met een goed conditie, met een goed programma. En dat is wel een model om verder te gaan voor de handicapte kinderen en mensen. Wij hebben zo hard gewerkt om de opinie, de mentaliteit veranderd te worden. Maar het is nog steeds een probleem, omdat is veel discriminatie voor de persoon of ook voor de familie. Dat de mensen zijn nog niet goed geïnformeerd en sensibiliseerd om respect te hebben of hulp te geven. Dit is een probleem voor in de toekomst voor ons. En dat is voor de derde verdieping om op afbouwen. Omdat wij willen graag in deze ruimte voor independent leven. Wij hebben veel jonge mensen en dat zijn handicapen. Zo lang geweest bij ons center en in de toekomst dat willen ook iedereen om zelf te leven en wij hebben echt mooie plannen ook voor iets werk te vinden voor deze groep in deze communiteit, omdat hier vlakbij dat heeft ook bedrijven en wij zijn echt bezig met de plannen in de toekomst. Aan de andere kant van Tirana, in een van de buitenwijken, woont Lirië. Ze is vanuit de noordelijke berggebieden naar de stad gekomen. Volgens de traditie is ze op jonge leeftijd getrouwd. Lirië woont tegenwoordig in Babru, een arme wijk aan de noordzijde van de hoofdstad. De afgelopen jaren heeft ze het niet makkelijk gehad. Haar man is weggelopen, ze heeft een aantal kinderen verloren en haar huisje is afgebrand. Dankzij hoop voor Albanië heeft ze haar leven nu weer een beetje op de rit. Maar dat heeft heel wat voeten in de aarde. Voor mij zijn er meer interesse mensen, voor mij en voor mij. En interesse van, om er zitten. Het is geen probleem, het is geen probleem varen. Zou je daar bij met meer? Dit gezin kwam naar ons toe, naar de stichting toe. Op dat moment was eigenlijk weinig mensen van Hoop voor Albanië voorhanden om te helpen. Toen heeft een van onze medewerkers hen naar de kerk gestuurd. Ga daarheen, zoek je vertrouwen in God. En dat was het beste advies wat ze kon geven. Un kam qen, para se t'një krishtin. Unë kam qenë para se të njofë krishtin ose para se kem kontakte me shpresë për Shqipërinë, buzë gërminës. Ata kënë shpëtimtarët e mi, për shemë. Kënë shpëtimtarët, ndërgusit e përëndrisë, ose si më ta shpjegu. En later hebben we haar ontmoet in de kerk en toen hebben we de nood gezien. Haar huis was afgebrand, haar man was weggelopen. Een aantal kinderen waren overleden, ze was sterk getraumatiseerd en gewoon een hele grote fysieke nood. Toen hebben we het huisje weer opgebouwd, hebben we in fases gedaan. En we hebben haar geholpen met spulletjes, zodat ze zelf haar tuin kan bewerken. Daar verkoopt ze spullen van.
We hebben een popcornmachine gegeven, maakt ze popcorn, verkoopt ze bij school. En zo voorziet ze in haar levensonderhoud. Në Kasim me vitet për para, vije kënaqur, vije gëzuar. Për momentin vetëm qofë fëmijet shëndosh, kur vjen nga puna, se për shpi, jam shumë gëzuar. Ja, ze proberen zo'n gezin op de rails te zetten, een tijd te volgen. En nou, na een jaar of twee, drie hopen we dat we dat weer los kunnen laten. Okay. Volgende gezin. Een uurtje rijden van de hoofdstad, midden in het land, ligt Elbasan. In deze stad staat een van de weinige psychiatrische ziekenhuizen die Albanië rijk is. Dit ziekenhuis is, net als haar patiënten, jarenlang verwaarloosd. De patiënten hebben vaak geen eigen bezittingen, alle matrassen zijn erg vies, omdat veel patiënten incontinent zijn en bovendien is veel personeel niet goed opgeleid en ongemotiveerd. Door Hoop voor Albanië is er al veel opgeknapt in het ziekenhuis en komt er weer wat kleur in het leven van de patiënten. Hoofdmoot zijn chronische patiënten met schizofrenie. Er zitten 340 patiënten in het ziekenhuis. En ik denk dat daar ook een heleboel mensen met verstandelijke gehandicapten zitten. En die hoorden je niet, maar die zitten hier nog wel steeds. Ja. Je hebt gewoon niks meer te zeggen. En natuurlijk is het ook zo dat, hoe raar het ook klinkt, dingen zijn relatief. Sommige patiënten hadden het thuis nog slechter dan hier in het ziekenhuis. Ik vind het heel belangrijk dat ieder mens een menswaardig leven leidt. En dat hebben ze hier gewoon niet. Al hun waardigheid wordt in afgenomen en dat probeer ik gewoon terug te brengen. En dat is, ik ben begonnen een klein beetje bij beetje bij beetje en steeds meer mensen zijn begonnen mij te ondersteunen. Waaronder dus Hoop voor Albanië, die erg veel voor mij gedaan heeft, voor de patiënten dan. Van de zomer kwam ik hier en na een week in Nederland geweest te zijn, het had al een week de wasmachine niet gedraaid. Alle wasmachines kapot en het stonk, het stonk, het stonk. De hele gang beneden lag vol met vieze was en het was 40 graden. En toen hebben we weer overlegd met Hoop voor Albanië van alsjeblieft kunnen jullie wat doen voor wasmachines. En we zijn dus nu de hele wasserij aan het opknappen. Drie professionele wasmachines zijn er gekomen. En ze gaan nu ook allemaal planken in de depots maken, want we willen de mensen hun eigen kleren geven. Eigen kleren, eigen tandenborstels. Een klein ruimte waar ze hun eigen spullen neer kunnen zetten. Ik zie dat er ontzettend, ontzettend veel moet veranderen, maar ik krijg er ook zoveel voor terug. Want in Nederland kun je maar hele kleine stapjes vooruit gaan. Maar hier zijn het grote stappen. Eerst was er geen stoel, nu is er wel een stoel. Eerst was er geen eten, nu is er wel eten. Eerst was er geen douche, nu is er wel een douche. Dus je ziet gewoon ook heel veel vooruitgang. En de mensen zijn er ontzettend blij mee. Terug naar Tirana. Deze stad staat bol van de contrasten. Veel armen hebben geen geld voor het openbaar vervoer, terwijl de rijken in onwaarschijnlijk dure auto's rijden. Er zijn veel mensen die amper een dak boven hun hoofd kunnen betalen, laat staan hun kinderen te eten geven. Dat is vooral het geval in de buitenwijken van Tirana. In de wijk Skoje, in het noorden van Tirana, wonen zo'n 3000 mensen die met moeite het hoofd boven water kunnen houden. De stichting Seed of Hope helpt deze arme mensen. Drie keer per week trekken zo'n 500 kinderen naar de gaarkeuken van Seed of Hope en krijgen daar te eten. Maar de stichting zet zich ook in voor andere projecten, zoals bijvoorbeeld het organiseren van cursussen, werkgelegenheid en het omzien naar wezen, weduwen en weduwnaars. Hoop voor Albanië heeft voor Seed of Hope een gebouw neergezet en ook de inventaris verzorgd. Nog regelmatig helpt Hoop voor Albanië de stichting. Thank you.
Projekti ka filluar 10 vjet përpara. Në fillim ne kemi vizituar familjet në fshat, dhe duke parë nevojën e madhe që këto familje ose nëna, graje dhe jusha nuk kishin bukë për fëmijët e tyre, dhe kështu që lidhin nevoja për një projekt ushqimi. Duke ka vizituar Jolanda nga Holanda, ajo u prek shumë nga gjithë puna që ne ishim duke bërë dhe ndihmoi në fillim me një shtëpi të vogël që ne kemi pasur, rreth 20 metra katror, dhe aty filloi projekti i parë me 100 fëmijë të parë. Qëllimi juaj është që të ndihmonim jo vetëm nga ana materiale familje, të fshat, por ne kishim dëshirë që të ndihmonim edhe nga ana shpirtërore, që ishte gjëja kryesore se qëllimi janë. Në fillim duke vizituar familjet, gratë dhe jusha filluan të pyesin që ne duke i parë që janë shumë të varfër, askush nuk i vizitonte. Dhe ne u treguam që ishte vetëm dashuria e Zotit ajo, që na shtynte ne për të vajtur, për vizituar këto familje dhe për t'i parë. Hope for Albanië probeert zoveel mogelijk minder bedeelden te helpen. Maar dat kan ze niet alleen. Dankzij de hulp van ontzettend veel vrijwilligers en giften kan dit mooie werk zoveel hoop, perspectief en echte verandering brengen in het leven van mensen die zo weinig hebben. Dit dankbare werk wil Hoop voor Albanië graag voortzetten. Maar daar heeft zij u voor nodig. Wilt u ook uw steentje bijdragen, letterlijk of financieel? Ga dan naar de website www.hoopvooralbanië.nl en help mee. Yeah, this is home.